In Eindhoven is zondagmiddag opnieuw een gewapende overval gepleegd op een tankstation. Rond 5 uur kwam een man de winkel van het Texaco-station aan de Boutenslaan binnen en eiste geld. Hij bedreigde daarbij het aanwezige personeelslid met een mes, maar er is niemand gewond geraakt. Of er bij de overval iets is buitgemaakt is niet bekend en de dader is er op een fiets vandoor gegaan. De politie is begonnen met een onderzoek en heeft onder omwonenden een burgernetbericht verspreid met een oproep om uit te kijken naar de overvaller.